Het is zover, op weg naar het torentje om mijn weddenschap in te lossen. Het is al tegen vijven, dus hopelijk wordt de high tea een lekker wijntje. Het is overigens allemaal erg streng, want op het moment dat Mark de deur opendoet, dan mag onze camera aan. Vervolgens kunnen we 4 minuten filmen en dan worden Mark en ik alleen gelaten, ook door de camera, om te praten over dingen waar een goed parlementair verslaggever nu eenmaal niet over uitweidt. Goedemiddag, meneer Rutte. Het moment waar ik naar heb uitgekeken. Echt waar, ja? Ja, het is al weken de planning. Eindelijk zijn we zo weer. Het is gelukt, hè? De weddenschap wordt ingelost hier bij deze. Ja, we komen erin. Dit heeft natuurlijk wel de historie, hè? Als je bijvoorbeeld hier kijkt, de uitzicht. Dan zie je het gebouw van het kabinet van de koningin. Een boeiend verhaal al, dit, Mark. En bijvoorbeeld hier, om maar eens even... Ja, gelijk de historie. Ik heb nog wat meegenomen, dat had ik ook beloofd, hè? Want dit is toch onderdeel van de weddenschap. Dit is wel modern. Toch moderner, toch? Dan we gewend zijn. Want ik had gezegd de Ton Elias-achtige pakken dat u had. Maar... Ton Elias mocht willen dat hij dit soort pakken zou. Nee, want dit is buitengewoon vrij. Ja. Het schijnt dat de dames er heel erg voor vervallen. Is dat zo? Nou, dan een extra reden. Maar ik zal toch echt eerst eens een keer moeten aantrekken en zien hoe het staat. Maar zeer gewaardeerd. Ik heb 's morgens hier altijd in die stoeltjes staf. En dan nemen we gewoon even de dag door van wat komt er allemaal aan in de Kamer, in de media. Grote Europese dingen die spelen. Dus dat doen we iedere dag hier. Er wordt onze uitzending hier besproken, dus waarschijnlijk iedere dag. Is vaste evaluatie gedurende 10 minuten het pauwnieuws van de avond ervoor. Hoe zit dat nou zo? Oh ja, Jacques, het is wel een beetje voor oude mannenbillen gemaakt. Een beetje. De rode knop. Als het misgaat, waar de raketten wegschieten. Ja, we hebben officieel geen atoomwapens, dus die klop heb ik niet. Wat is hier nou veranderd nu Balken hier weg? Ik neem aan dat er iets van 35 kruisen zijn verwijderd hier. Hij was niet katholiek, hè? Maar nee, in wat je daar ziet, die etagère, stond vol met autootjes. Die zijn weg. Ja. Vreselijk, hè, was dat. Nou ja, vreselijke autootjes. Ik vind autootjes ook wel leuk, maar niet zoals hij. En dat heeft hij laten staan. Ik denk dat een soort luistervinkje is. Zie je dat vogeltje? Dat vogeltje? Dat vogeltje. Dat is van Balkenende. Dat stond hier al van Balkenende. Waar is de schuilkelder als het nou oorlog wordt? Als het nou echte grote problemen zijn? Voel maar op de grond hier. Die zit hieronder, want dit is gewoon hout volgens mij. Het is toch zo dat u, daar zijn toch wel protocollen voor? Ja, er is een soort crisiscentrum. Dat zit op een van de ministeries. Als er echt een crisis zou zijn. En er is ook, maar bij die schuilkelder zit, weet ik oprecht niet. Dus ik neem aan dat ze me dan onder de oksels nemen en erheen slepen. Ja, maar dat is toch raar eigenlijk, dat u helemaal niet weet waar u dan heen wordt. Jij wijst mij nu op een omissie, waar ik onmiddellijk na jouw vertrek over ga spreken. Ook buiten de camera om natuurlijk. Nee, ik weet het echt niet. Ik weet niet waar die schuilkelder zit. Het is niet zo dat u dat niet zegt, omdat dat ook geheim moet blijven? Nee, oprecht. Dit zou ik nu zeggen dat ik het weet, maar geheim houden. Nee, ik weet het echt niet. Maar die zal wel ergens hier in de buurt zitten. Nou ja, dat is toch raar. Dan hebben we straks breekt de pleuris uit. We hebben oorlog. En dan weet onze minister-president niet waar die dan heen gaat. Nee, maar ik vermoed dat dan iemand me wel even meeneemt om te zeggen van, maar ik vermoed het daar naartoe, want daar kun je nu verder leiding geven aan de crisis. En nu? Wij gaan een kop thee drinken, want daar was ik voor bedoeld, hè? De high tea. Ja, het is tegen vijf. Ik lust wel een wijntje eigenlijk. Als jij een glas wijn wilt, krijg jij een glas wijn. High tea om 5 uur. Nou, nee, luister. Jij wil de high tea. Maar als jij wijn wil, gaan we dat regelen. En daar kan de cameraman niet bij zijn, hè, begrepen wij? Ja, het lijkt mij leuk om even door te praten met z'n tweeën. Anders ja, maar u wou nog wat tips over het land en zo. Hoe ga je dan met die media om? En, nou, media, nee, ik dacht dat het meer op bestuurdersniveau... Ik ga me laven aan al jouw inzichten. Ja, want Jort Kelder, dat kan wel mooi wat zeggen, maar... maar uiteindelijk is dit toch... dit was het moment waar ik op wachtte. Goed, dus ik zou zeggen, doei! Tot ziens!